Welkom u allen in deze prachtige theateromgeving. Welkom hier ook in het decor van onze Hond van het Jaarshow. Trots en liefde, dat is het thema wat we gekozen hebben voor deze nieuwjaarsreceptie. De vrijwilligers, de bestuursleden van de Raad van Beheer. Met elkaar maken we die Raad van Beheer. En vandaag is het een moment om met elkaar terug te kijken op het afgelopen jaar en te vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Dat ik heel graag eerst uw aandacht wil vragen voor daar waar het ons allemaal om gaat. En dat zijn onze honden. Kijken over de grenzen, probeer samen te werken. Want dat is de enige manier waarop je het redt als houder en hoeder van het ras wat je zo dierbaar is. Ik ben trots als hondengeleider, maar ook als instructeur van hondengeleiders. Als iemand op een proef of een examen iets uit zijn hond kan halen. En ook is dat maar een hele lage prestatie, maar voor die persoon een topprestatie is. Daar kan ik heel erg van genieten. Als op een gegeven moment alles klopt, als mijn hond gewoon in één keer dat doet wat hij moet doen. En ja, dat hij het kan laten zien terwijl andere mensen kijken. En als ik kijk naar deze mensen, kan ik er echt van genieten. Van de trots en de passie die daarvan afspat. En weet je wat ik nou zo fijn zou vinden? Waar ik nou blij van zou worden? Als we een goed werkende ICT zouden hebben, Ronnie. Daar zou ik nou blij van worden. Een hele grote behoefte vanuit de leden. Om een aantal andere zaken erbij te kunnen krijgen die nu op dit moment niet mogelijk zijn met dit systeem. Er zijn heel veel kosten mee gemoeid. Er zitten flinke risico's in dit hele traject. En dat is niet iets wat je zomaar even 1, 2, 3 licht kan besluiten. Nog nooit in de geschiedenis van de Nederlandse community is het voorgekomen dat de Raad van Beheer een paar ton heeft vrijgemaakt om de stamboomhond in Nederland te promoten. Jij mag de stamboomhond gewoon aanprijzen met de voordelen die daaraan verbonden zijn. En wat het allerbelangrijkste is, is dat je eerlijke informatie geeft. Dat gaat echt in de toekomst heel erg belangrijk worden. Nou, wanneer ben ik trots als dingen in beweging komen? En als ik daar een bijdrage aan kan leveren door ideeën te opperen en zeker ook in de gesprekken die ik met jullie organisatie heb. Ja, bruist het van die ideeën en als we daar dan een paar operationeel kunnen maken en je ziet resultaat, ja, dan heb ik een mooie dag. Familie Aart Stinter. Van Quest Gentle Rose van Vermaurik. Ja, het is ongelooflijk. Dat zulke jonge kinderen zeg maar, zo met hun hond omgaan, zoveel passie daarin leggen. De allerbeste mensen, alle mensen en hun honden. Al die jaar ik superman, maar ik onderwonden. De allerbeste mensen, voor de Nederlandse kinologen. We gaan het voor het volgend jaar, we zijn heel erg. Thank you.
als vertegenwoordigers van de diverse verenigingen. U zorgt ervoor dat onze kinologie in deze vorm in stand kan blijven. Uw inzet op alle terreinen van de kinologie, zoals wij dat in Nederland kennen, is geweldig. Dank u wel daarvoor.